Jolanda Piquet van Giatu. Jullie staan op de sportmarkt. Voor de mensen die jullie niet kennen, wat is Giatu? Giatu is een sportvereniging die heel veel verschillende disciplines aanbiedt. Gym voor jongeren, maar ook voor ouderen. We hebben een jazzafdeling waarin gedanst wordt, een turnafdeling. En we hebben ook nog een hele ploeg die bij ons komt freerunnen. Dus voor alle leeftijden, allerlei takken van sport? Ja, bij ons kan je sporten van 2 tot 100. Hoe gaat het met jullie vereniging? Beter. Het is in het verleden was minder geweest, maar met name onze jazzafdeling kan wel leden gebruiken, omdat we heel veel concurrentie hebben van commerciële bedrijven, waar de contributie ook een stuk hoger is. Daar zouden we heel graag nieuwe aanwas hebben. En verder loopt het eigenlijk wel goed. Maar er is een periode minder gegaan, begrijp ik dat van je? Qua vrijwilligers, maar ook qua financiën. En eigenlijk gaat het nu weer, ziet het er weer rooskleurig uit. Ja, jij bent de penningmeester, dus dat is aan jou te danken? Nee, niet alleen dankzij mij, maar ook dankzij de oude penningmeesters. Ja, echt met z'n allen. Toen zat ik ook in het bestuur en we hebben echt drastische maatregelen genomen. En die betalen zich nu uit en dat is wel heel fijn. En waar sporten jullie? Wij sporten eigenlijk in heel Dronten. Onze turnafdeling die zit eigenlijk in het perron in de nieuwe zaal. Maar de ouderen die sporten in de leizijde, in het dok, in de ketting. Jazz is ook meestal in de ketting. Freerun is ook weer in de leizijde. Eigenlijk gebruiken wij heel veel sportzalen. Onze gymjeugd die gymt, die zit weer in de landing. Dus er is altijd een sport bij ons, dicht in de buurt voor de mensen.